Je bent nu een jaar speler bij Sparta. Hoe bevalt het eerste jaar hier in Rotterdam? Of tenminste bijna een jaar speler van Sparta. Ja, klopt. Ja, nee, heel goed eigenlijk. Ik denk dat we vorig jaar een beetje in een andere situatie zaten dan dat we nu zitten. Maar uiteindelijk zijn we daar toch mooi uitgeraakt. En was het toch een mooi einde van het seizoen. En ik denk dat we nu in dit begin van het seizoen het uitstekend doen. En dan vind je het ook gewoon automatisch wel leuker. En het is een leuke tijd al tot nu toe. En hier in Rotterdam ben je ook al een beetje gewend geraakt? Jawel, ja. Ik heb er vorig jaar een tijdje gewoond. Dus dan zijn we wel wat dingen gaan ontdekken, de stad gaan ontdekken. En ik kende het al een beetje, maar het is uiteraard wel een hele leuke stad. Nu woon ik terug in België, net over de grens. Maar ik zeg het, we komen nog regelmatig wel eens in de stad. En het is zeker een hele leuke stad en veel te beleven. Je zei het al even, vorig jaar was de situatie veel anders dan dat het nu is. Nu staan jullie zesde onder een nieuwe trainer en een veel betere selectie. Is dat dan ook echt wat er veranderd is in jouw optiek? Of is er misschien ook wat meer geluk wat erbij is komen kijken in de eerste deel van het seizoen? Ja, ik denk dat de selectie wel in de breedte is toegenomen. En ook de concurrentie is gewoon veel hoger. En dan wordt automatisch de kwaliteit op training ook hoger en daardoor denk ik dat het op het veld ook resulteert in betere resultaten. Zoals ik zei, vorig jaar hadden we een kleine kern. Als er dan wat blessures vallen, dan moet je al vaak gaan schuiven ook qua posities. En ik denk dat nu gewoon alles goed bezet is en dat we gewoon middenvelders voor middenvelders kunnen zetten en verdedigers voor verdedigers. En dat is heel belangrijk en dat loont nu ook wel, denk ik. Had je al direct in de voorbereiding van het seizoen in de gaten dat je met deze selectie wel veel makkelijker in de Eredivisie mee zou kunnen gaan dan vorig seizoen het geval was? Het is altijd een beetje afwachten natuurlijk. Ik denk dat we een prima voorbereiding hebben gehad. Goede trainingen, goede wedstrijden ook. En het was wel duidelijk, denk ik. En toen we natuurlijk de eerste wedstrijden begonnen, dan voelde je wel gelijk dat er voetballend gewoon beter was dan vorig jaar. En dat heeft zich voortgezet naar de rest van de wedstrijden. Je was dit seizoen niet altijd zeker van de basisplaats. Nu door meerdere blessuregevallen ben je gewoon onbetwist basisspeler. En blijkt je ook gewoon onmisbaar te zijn. Hoe is dat nu voor jou? Ja, zeker. Ja, het begin van het seizoen was misschien een beetje moeilijk. De concurrentie was ook groot. En dan moet je gewoon blijven werken totdat je die kans weer krijgt. En dat heb ik gedaan. En dan ben ik ook gewoon beter beginnen spelen. En dat resulteert nu in natuurlijk ook doelpunten en assists. Dus dat is extra leuk wel, ja. Had je verwacht dat in jou zat om zoveel, eigenlijk in 11 wedstrijden, bijvoorbeeld 5 doelpunten te maken? Ja, ik ben wel een speler die vaak opduikt in de 16. Proberen daar een beetje die ballen te... goed te raken. En dan wist ik wel dat ik zeker wel een doelpunt kon maken. Natuurlijk op de manier dat we nu spelen, spelen we meer aanvallender. En dan kom je ook gewoon vaker in die positie. En dat zie ik nu gewoon renderen. Morgenavond is alweer de laatste wedstrijd in 2022. Dat betekent halverwege november ineens een winterstop. Zorgt dat voor een gek gevoel binnen de selectie? Toch wel een beetje. Ja, het is toch iets dat we niet gewoon zijn. Heel vroeg stoppen nu. We hebben nog niet superveel wedstrijden gespeeld, dus het is een beetje een gek gevoel. Maar we moeten er gewoon het beste van maken. We hebben opnieuw... weer een kleine voorbereiding binnenkort en dan moeten we weer in januari klaarstaan, want dan zal het wel tot mei, eind mei, juni knokken zijn voor elke wedstrijd weer. Eerst nog dus die laatste wedstrijd van 2022 tegen FC Twente. Wat voor indruk heeft die ploeg op jou gemaakt in de eerste 13 wedstrijden van het seizoen? Ik heb al van vorig jaar eigenlijk een beeld van Twente. Dat is dit jaar niet anders. Ze spelen gewoon heel goede voetbal. Het is een heel lastige ploeg om tegen te spelen. Het zal zeker een lastige wedstrijd worden, maar ik denk dat we zeker wel ook kansen gaan krijgen. En dat we gewoon op onze manier hier thuis, de fans er weer achter. Ik denk dat het een heel leuke wedstrijd kan worden. Twente presteert in thuiswedstrijden veel beter dan in uitwedstrijden. Ze won slechts 2 keer tot nu toe dit seizoen op vreemde bodem. Zie jij een verschil met de Twente in thuiswedstrijden en in uitwedstrijden?
Ja, ik denk dat het sowieso in uitwedstrijden vaak wel moeilijker is. Ja, als Twente thuis speelt, dan dat is ook een ongelooflijk stadion met die sfeer daar. Denk ik dat dat hun ook wel een boost geeft. In uitwedstrijden gaat het nu iets moeilijker, maar toch, voetbal is nog altijd wel goed. Men gaat misschien niet altijd de kansen erin, dus we mogen ons daar niet op verkijken. En we moeten gewoon vol aan de bak en het zal zeker een lastige wedstrijd worden, maar ik denk wel dat we ook gewoon hier resultaat kunnen halen. Iets anders wat dit seizoen nog opvalt is dat jij alleen scoort als je vriendin er niet bij is. Daarom hebben we namens de club een cadeautje voor jouw vriendin. Morgenavond om 8:00 kan ze mooi naar de bioscoop, kan ze iemand meenemen. Dan zijn we in ieder geval zeker van een doelpunt voor jou. Ja, dat wordt nog wel een lastig verhaal, maar ik ga het haar geven en we gaan zien wat morgen brengt. Ja. Komt ze kijken morgen? Ja, ze kwam wel kijken, dus ze zei ja, kijk, het is heel simpel. Ik kom morgen kijken, je kan gewoon zorgen dat je een doelpunt maakt en dan, dan zijn we daar ook vanaf. En anders kom je er thuis niet meer in, dus we gaan het zien. Ik ga er alles aan doen om een doelpunt te maken, maar het resultaat is nu altijd het belangrijkste. Dus hopelijk hebben we gewoon die 3 punten morgen en dan kunnen we het seizoen, of de eerste helft van het seizoen goed afsluiten. Heel veel succes morgen. Dankjewel.